Hubertus de Kremer, een schoenmaker uit Ganchelt, vertrekt met vrouw en kinderen naar de Nederlanden. Aan de linkeroever van de Schelde, waar het gravenkasteel zich spiegelt in de rivierhaven van Rupelmonde, krijgen ze onderdak bij oom Gijsbrecht, de priester-kapelaan van het Sint-Jansgodshuis. In de vroege ochtend van 5 maart 1512 wordt hun zevende en laatste kind, Gerard de Kremer, geboren. Na enkele maanden vertrekt de familie de Kremer opnieuw oostwaarts, naar Ganchelt, in het hertogdom Gulik. Gerard is 5, als de christelijke wereld, onder impuls van Maarten Luther, zich tegen de paus keert. Het zijn moeilijke tijden in Duitsland en de schoenmakersfamilie vertrekt opnieuw naar het rijke Westen, naar Rupelmonde. De rivierhandel kent vele verhalen. Bootslieden en kooplieden vertellen het wereldnieuws. Hier aan de waterkant in Rupelmonde ontwaakt het geografische wereldbeeld van de jonge Gerard. Hij is 15 als zijn vader sterft. Heer oom Gijsbrecht stuurt zijn pupil naar 's-Hertogenbosch, bij de broeders van het gemene leven, waar ook Erasmus was opgevoed. Deze Latijnse school, vlak bij de Sint-Janskathedraal, heeft een uitstekende reputatie. Ook Gerards moeder sterft. En na 3 jaar studie vertrekt hij naar Leuven. Naar de humanistische mode van die tijd schrijft hij zichzelf in met de gelatiniseerde naam Gerardus Mercator de Rupelmonda. In Leuven studeert hij logica, fysica en metafysica, geheel volgens de dominante leer van Aristoteles. 2 jaar later behaalt de 20-jarige Gerard Mercator de graad van magister artium. Nu vertrekt hij naar Antwerpen, naar het centrum van de wereldeconomie. In dit broeinest van succesvolle handelspraktijken, nieuwe ideeën en lucratieve activiteiten vindt hij zijn roeping. Eind 1534 vinden we Mercator terug in Leuven, waar hij de wiskundige Gemma Frisius bezoekt. Op aanraden van Frisius bestudeert hij de elementaire meetkunde en Gemma's nieuw verschenen handleiding over triangulatie of driehoeksmeting. Een methode waarmee landmeters uitgestrekte gebieden in kaart brengen. Gemma Frisius werkt aan een nieuwe, verbeterde aard- en hemelglobe. Voor het graveren van de honderden plaatsnamen, legenda en geografische beschrijvingen wordt Mercator ingehuurd. Zo staat in 1536 ook Mercators naam voor het eerst op een wetenschappelijk werk. Nu hij een toekomst met een eigen inkomen heeft, huwt hij met de Leuvense Barbara Schelkes. Een jaar later verschijnt de hemelglobe van Frisius, waaraan Mercator opnieuw heeft meegewerkt.
eind 1537 publiceert Mercator een kaart van het Heilig Land. Deze Palestina-kaart is een prachtige verwezenlijking voor een beginneling van 25 jaar en oogst heel veel bewondering. Aangemoedigd door het succes van de Palestina-kaart, graveert Mercator meteen een kleine, dubbelhartvormige wereldkaart, die al in 1538 verschijnt. In deze kaart geeft hij het nieuwe continent de naam Amerika, als teken dat beide Amerika's, Noord en Zuid, Spaans grondgebied zijn. Hij is de eerste die dat doet. Begin 1540 verschijnt een grote, zeer nauwkeurige kaart van Vlaanderen, opgedragen aan keizer Karel V. Deze wandkaart, een politiek geschenk, gemaakt in opdracht van de Gentse kooplieden, bevestigt Mercators faam als cartograaf aan het keizerlijk hof. Nu is het tijd voor een nieuwe aardglobe, die in 1541 verschijnt. Deze aardglobe is een prachtig werkstuk. Hij is de eerste die kompaslijnen of vloxodromen op een globe graveert. Dit zijn scheeflopende of spiralende koerslijnen met een vaste koers of richting, die de meridianen onder eenzelfde hoek snijden. Het is een briljant idee dat meteen de basis legt voor Mercators latere wereldfaam. Rampspoed kondigt zich aan. Mercator wordt verdacht van ketterij en hij wordt door de inquisiteurs opgesloten in het gravenkasteel van Rupelmonde. Na 7 maanden ondervraging wordt hij vrijgelaten. De vervolging, de opsluiting en tenslotte de vrijlating blijven duister. En bewijsstukken zijn er nooit gevonden. Terug in Leuven werkt hij aan de liggende opdrachten, globes en wetenschappelijke instrumenten. In 1551 voltooit hij zijn hemelglobe. Deze is even groot als een aardglobe en vormt daarmee een paar. Mercator is 40 jaar en hij besluit om de religieus woelige Nederlanden te verlaten. In het najaar van 1552 emigreert hij met zijn vrouw en 6 kinderen naar Duisburg in het hertogdom Kleef. Duisburg is een kleine stad, maar met goede verbindingen over land en water. Vreedzaam, religieus tolerant en academisch beloftevol. Hiermee bieden de hertogdommen van het Rijnland een nieuw begin voor Mercators onderzoekende geest. Weten waar je bent, weten waar je heen gaat en vooral veilig thuiskomen. Dat is het grootste probleem van de zeevaarders in de 16e eeuw. In 1569 verschijnt Mercators grote wereldkaart. Voor het eerst is hij erin geslaagd om de koerslijnen van zijn aardglobe af te beelden als rechte lijnen op een vlakke kaart. Om dit te bereiken moet hij de meridianen die samenkomen bij de polen uit elkaar rekken tot evenwijdige lijnen loodrecht op de evenaar. Ook de afstanden tussen de breedtecirkels worden geleidelijk vergroot naarmate ze de polen naderen. Dit briljante idee is wat we nu de Mercator-projectie noemen. Een kaart met wassende
of toenemende breedte en een vaste koers voor de zeevaarders. Al meer dan 10 jaar werkt Mercator aan moderne kaarten, die hij zijn nieuwe geografie noemt. In 1585 verschijnt een eerste reeks kaarten. Deze 51 kaarten van Gallië vormen de eerste uitgave van een multifunctionele kaartenbundel met redactionele coherentie. 4 jaar later verschijnt een tweede bundel met 23 kaarten. Al deze kaarten geven een vooruitblik op zijn aangekondigde systematische kaartenboek van de hele wereld, dat hij de naam Atlas zal geven. De lang verwachte derde reeks, de 16 kaarten van de noordelijke landen, zullen de atlas volledig maken. Helaas, Mercator zal zijn atlas nooit gepubliceerd zien. Hij overlijdt op 2 december 1594 op de hoge leeftijd van 82 jaar. Minder dan 4 maanden na zijn dood worden de eerste volledige atlas of kosmografische beschouwingen over de schepping van de wereld en het uitzicht van het geschapene afgewerkt en gepubliceerd door zijn zoon Rumold Mercator. In de titelpagina wordt Atlas voorgesteld met de hemelglobe op zijn knie en met de aardglobe voor hem op de grond. Zo staat hij symbool voor Mercators kosmologie, kosmografie, die hemel en aarde behandelt. Slechts 5 jaar later sterft ook Rumold. De kleinzonen van Mercator verkopen de gegraveerde koperplaten aan Jodocus Hondius. Zo ontstaat de welbekende Mercator Hondius Atlas, die een gigantisch commercieel succes wordt en Mercators cartografie wereldberoemd maakt. Gerard Mercator van Rupelmonde, een schoenmakerszoon, leeft eeuwig verder in zijn Mercator-projectie. Een meesterwerk van intuïtieve wetenschap. Zijn grenzeloze intellectuele ambitie, zijn rigoureuze technieken en vaardigheden veranderen voor altijd de manier waarop de wereld in beeld wordt gezet. Hij geeft Amerika zijn naam. Hij verzamelt zijn nieuwe geografie in een kaartenboek en noemt het Atlas.